Groet mensen, ik ben Sam en leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe aflevering van Egg Wars. Jongens, vandaag zitten we op 1.9 en we gaan Egg Wars doen. Is Egg Wars dood, ja of nee? Dat gaan we uitvinden. Ik heb mijn antwoord pretty much al. Het is niet echt meer hoe het was. En dat is eigenlijk heel erg jammer. CubeCraft heeft het heel erg veranderd. De eerste paar dagen dat ik Egg Wars had gespeeld, toen 1.9, oh, ik ga wel al lang hierop staan, want waarom niet? Toen 1.9 net uit was, was Egg Wars helemaal kapot. Helemaal kapot, het werkte niet, je klikt op een ID, teleporteerde weg. En hun spelerbasis is echt ontiegelijk omlaag gegaan. Heel veel mensen zijn naar Mineplex en Hypixel gegaan, nee, Hypixel was het. En dat is best wel heel jammer, want CubeCraft is de populairste Nederlandse server die er is. Maar is het nou echt daadwerkelijk dood? Ik heb dat eigenlijk nog helemaal niet goed getest. Ik heb, wat zal het zijn, 20 potjes denk ik in 1.9 gedaan. Dit is weer de eerste keer in 2 dagen, ongeveer 3 dagen, dat ik Egg Wars weer doe. Maar binnenkort komen de nieuwe maps aan. 3 nieuwe maps als het goed is. Of 4. 3 of 4, not really sure. Die maps, die close. Die maps, die zagen er super vet uit. Die zagen er echt heel erg gaaf uit. Dus ik ben benieuwd of dat het een beetje weer leven in Egg Wars gaat blazen. Ik hoop het wel, want Egg Wars blijft toch echt mijn favoriete... mijn favoriete minigame. Even kijken, waar komen ze allemaal vandaan? Ik heb hier wel leuk 20 gold, maar als hun ook een Iron Sword hebben, dan ben ik wel in één klap dood, want ik heb geen armor. Hun hebben ook geen armor, dus het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Toen ik Egg Wars speelde in 1.9, had je geen Elytra, weet ik veel hoe dat heet. Ik weet serieus niet hoe zo'n Elytra heet. Waarom moet ik hem zo vaak hitten om hem te killen? Wow, what the fuck is dit? Kijk, zoals dit. Ik weet niet wat dit is. Maar dit is, I guess, een bug. Waar zijn alle fucking diamonds? Ik dacht dat ze serieus 2 diamonds hadden. 2 diamond generator. Wel, ik heb er nu 13. Dus het is handig dat ik even terug ga. En welk... Ah, oh, shit, ik kan niet terug. Team, help me. Ik heb heel veel dia. Maar geen blokken. Please help me. Alsjeblieft. There we go. Er komt al iemand aan. Anyway, 1.9 en Elytra, dus dat vliegding gebeuren, zit er niet in. En eigenlijk moeten ze dat echt toevoegen. Als ze dat hebben, dan is het zo 100.000... Thanks, dude. Dan is het zo 100.000 keer beter. Want dan kan je gewoon niet campen. En dat is zo belangrijk. Dan kan je gewoon serieus niet campen. Dan kan je hier gewoon een hele grote toren maken. Je kan daar naartoe vliegen. En bam, iedereen is blij. Nou is dat natuurlijk hartstikke geweldig. Nou, niet iedereen is blij. Er gaan sowieso een paar mensen haten van... ik vind het irritant dat mensen kunnen vliegen en dat ik nu de potjes niet 2 uur duren, maar 30 minuten. Ja, nou, dat ga je krijgen inderdaad. De potjes zullen niet zo super lang zijn. Maar is dat nou slecht? Ja of nee? Nee, het is niet slecht. De potjes hoeven niet 2, 3 uur te duren. In fact, mensen hebben niet eens de tijd voor zo lang. Ik heb hier heel veel obsidian. Ik ga het zelf wel doen. I guess. Ik ga het zelf wel doen. Dus, ze hebben wel een shield. Die staat als goed bij Almor helemaal achteraan. Ja, ze hebben wel een shield. 30 diamonds kostte die nu. Eerst kostte die 3 diamonds. Eerst kostte die serieus 3 diamonds. Nu ietsje meer. Wauw. Wel, dat is pittig duur. Voor een shield, vind ik, eerlijk gezegd. 30 diamonds. Dus dat betekent dat CubeCraft eigenlijk helemaal niet veel in 1.9... Tenminste, niet wil experimenteren, heb ik het gevoel. In 1.9, die shield en Elytra zijn de nieuwste dingen. In de PvP zijn die heel erg belangrijk. Vooral een shield is momenteel heel erg belangrijk. Ze hebben geen shield toegevoegd. Dus dat betekent... Aan de ene kant dat het nu unfair is. Want je moet nu zo snel mogelijk een diamond generator aandoen. 30 diamonds fixen. Of eerst full iron fixen, daarna een diamond sword fixen. Dan moet je nog langer blijven wachten. Ja, je moet... nog langer blijven wachten. Al wil jij het beste gear hebben. Is wachten nou leuk? Moeten we nou echt nog langer wachten om te gaan aanvallen? Duurt het al niet lang genoeg? I don't know, guys. Laat het maar weten in de reacties. Vinden jullie het eerlijk dat het 30 diamonds kost? We moeten nu nog langer wachten. En dan praat ik echt over extreem lang wachten. Totdat wij nu echt kunnen aanvallen. En... eerlijk gezegd vind ik dat niet leuk. Ik wil actie. Ik wil meteen aanvallen. Ik wil rushen.
pretty fucking much. Je kan rushen. Like, don't get me wrong, je kan rushen. Maar in sommige maps, zoals deze waar ik nu in zit, is het onmogelijk om te rushen met, als je geen Electra hebt. Als je geen Electra hebt, ik noem het gewoon Electra, ik weet niet hoe het heet. Electra, I don't know, ik noem het een glider. Wat dacht je daarvan? Ik noem het een glider, want dit is ook gewoon een glider. Als jij een glider hebt, dan haal je dat allemaal weg. Maar dat hebben ze niet toegevoegd. Tenminste, zal ik het even voor de zekerheid checken? Nee, ze hebben het niet toegevoegd. Waarom voegt dat niet toe? Omdat het te overpowered is. Witch Wars op de Dodo Games NL server. Hebben ze een Electra. Deze gaat nu dood. Oep. Rekt. Kijk, look at this. Begrijp je nu waarom je een shield nodig moet hebben? Zij kon mij heel veel hitten, terwijl ik een Iron Sword had. En eigenlijk hoort dat niet, want ik ben sterker natuurlijk. Daarom gaat CubeCraft... Wow! En daarom is het ook heel erg kut. Je kan nu mensen vanaf van de brug afduwen, wat heel erg irritant is. Dus maar laat me weten of jullie denken dat CubeCraft Egg Wars in ieder geval in 1.9 dood is. Of juist hartstikke leuk. Ik denk persoonlijk Egg Wars zelf is een beetje rip aan het gaan, want... Shields 30 diamonds is gewoon overdreven veel, right? Dat is gewoon echt overdreven veel. Look at that guy. Look at that guy, guys. Wow, ik kan hem niet eens hitten. Je moet nu ook echt goed mikken. There you go. Maar zoals je al ziet, ik heb net twee mensen die equal mijn gear hadden. Dus die hetzelfde gear ongeveer als mij hadden. Ik heb die zwaar gewoon geowned. Ik heb die dude gewoon zwaar lopen ownen. Net als deze dude. Die ga ik waarschijnlijk ook zwaar ownen. Wel, de hitboxen zijn wel heel erg veranderd. Dat is wel naar. Maar there you go. Kijk, deze... Die motherfucker is nu... Oké, daar kan ik niet naartoe. Die is nu dood. Ik heb drie mensen gekillt omdat ik slim ben. En ik ga niet spammen. Heel veel mensen zitten nog in hun minds van... We moeten spammen. We moeten spammen. We moeten spam klikken. Dat is niet... Dat moet je niet doen. Je moet gewoon chill slaan. Right, gewoon hier. Bam. 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 En ze geven me allemaal diamonds. Maar ik kill hun gewoon. Want hey, waarom zou je niet... Het is letterlijk Egg Wars. Het is niet Egg Love. Als het Egg Love was, dan sure. Dan gaan we wel chillen. Maar het is geen Egg Love. Oké. Wel, dat was mijn zeikmomentje, jongens. Dat was mijn visie over Egg Wars. Ik denk dat het alleen maar naar beneden gaat als hun geen goede update releasen. En ze zeggen dat ze geen update gaan adden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Wat er allemaal nog komt. Ik ben bang dat er niks komt. Ik ben serieus bang dat er niks komt. Deze motherfucker, die... Oké. Die is rip. En deze ook. Waarom geven ze allemaal spullen aan ons? Come on. Het is Egg Wars. Oh my. Het is wel hartstikke lief dat ze het geven natuurlijk. Like, don't get me wrong. Je moet geen gegeven paard in de bek kijken. Maar als jullie oorlog voeren... Oké, nu pak ik het echt extreem. Als jullie oorlog voeren, dan gaan jullie toch ook geen wapens aan de enemy geven? Tenzij je heel aardig bent. Misschien dan wel. Ik wil trouwens een boog kopen. Maar ja. Anyway. Egg Wars. Heb ik er zin in? Dat zeg ik ook echt na 10 minuten. Ja. Ja, ik vind Egg Wars. Het is jammer. Maar ik vind het nog echt niet kut. Om zo te zeggen. Ik vind het nog wel leuk. Ondanks dat het natuurlijk allemaal nog nieuw is. Mensen moeten wennen. Heel erg wennen. Ik ben er al aan gewend aan. Ik leer heel snel games. Like, zodra er een nieuwe update is, zodra er iets nieuws is, ik ga dat meteen leren. Vooral als het komt over combat, PvP, vechten met elkaar. Zoiets leer ik best wel snel. Mensen, kinderen vooral, die horen dat eigenlijk sneller te leren. Ligt eraan of je eigenwijs bent of niet. Heel veel van deze mensen zijn eigenwijs, dat kan ik je zeggen. Echt heel veel mensen zijn eigenwijs. Is dat jammer? Ja, dat is jammer. Ik heb het gevoel dat de meeste mensen het niet eens willen leren. Die zitten ze van, ik hoef het niet te leren. Ik hoef 1.9 niet te leren. Omdat 1.9, dat horen ze dan van andere mensen, is stom. 1.9 is saai. Ik hoef het niet te zien. Kijk, deze mensen, die spamklikken alleen maar. Weet je wat ik nu gewoon ga doen? Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Wel, die dude, ik heb dat verneukt voor die dude. Ik wist niet serieus niet dat mijn teammaat hier zat. Ik wist serieus niet dat mijn teammaat hier zat. Hallo, mag ik blokken neerleggen? Thanks. Oké, goddammit. Ga dood alsjeblieft. Waarom heeft die dude ook helemaal geen gear? Like, please dude, please. No gear. Ik moet deze dude ook zoveel hitten. Oh, hij heeft een iron pick. Hij heeft een iron pickaxe, jongens. Waarom? Je kan geen iron... Oh my god. Oh. Ik hoop dat het een grap voor hem was. Dat hij dacht van, oké, wel, dat gaan we doen. Maar...
Oh my god. Are you fucking kidding me? En nu moet ik dit doen. Nu moet ik serieus met deze mensen allemaal... Okay, well, sure. Whatever, guys. What fucking ever. Kan ik hem nu weghakken? Misschien kan ik hem weghakken. Ik heb efficiency 3, dus dat... There we go. Bam. Yo, jullie ergens kapot, man. I'm sorry, maar ik heb gear en jij hebt geen gear, Kees. Wham. Dood. Wrecked. En bam. Hallo? Mag ik hem weer? There we go. En nu deze dude. Oh, die gaat helaas wel dood. Onze Matty. Maar bam. Alle drie dood. Heb ik veel damage gekregen? Ik moest één keer eten. Ben ik slim in PvP? Wel, ik durf te zeggen wel van ja. Het is echt niet zo moeilijk. Elke keer als ik sla, zie je bij mijn Corsair, dus het middenste. Dat plusje wat je ziet. Zie je een zwaardje gaan. Elke keer als die vol is, kan je weer volledige damage doen. Dus dan kan je 100% damage doen als je gaat slaan. Daar kijk ik elke keer naar. Als zodra die vol is, ik sla niet gewoon zo. Want dan doe je echt. Dan doe je geen damage, kan ik wel zeggen. Dan geef je hem gewoon health, kan je beter zeggen. Gewoon even slim nadenken, jongens. Alle mensen die gaan zeiken omdat 1.9 slecht is. Denk gewoon even na. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ik krijg zoveel gehaat dat ik 1.9 leuk vind. Ik weet niet waarom. Ik weet serieus niet waarom mensen mij haten daarom. Maar ik vind het leuk. En het is gewoon... Het is echt geen slechte update van Mojang. Het is echt geen slechte update. Alleen de servers, die kunnen het allemaal aanpassen. Server, oké, zit iemand achter me? Ja, precies. Oké, gotcha. Servers kunnen het allemaal... hij is gone. Ja, hij is gone. Servers kunnen het allemaal aanpassen. Servers kunnen ervoor kiezen of zij die cooldown willen hebben op slaan. Of jij mensen van de generator kan afduwen. Wel, je kan die personen vanaf duwen. Kijk, als ik op hem ga staan, dan kan je hem duwen, right? Zie je dat? Dan kan je hem duwen. Nou, dat kan je allemaal uit. Ik ben niet sure of je dat duwen uit kan zetten trouwens. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat je het slaan en het PvP gedeelte eigenlijk allemaal uit kan zetten. Waarom doen ze dat dan niet? Omdat, I don't know. Ik heb werkelijk... Oh, je hebt trouwens ook nu Spectral Arrows. Nou, is dat hartstikke leuk, maar fucking useless. Want je hebt er echt niet echt veel aan. Ik koop gewoon allemaal normale arrows, want dit kost fucking... 1 gold voor 1 arrow. Slowness. Dit is allemaal leuk. Like, die slowness die is heel erg goed. Die is echt serieus heel erg chill om te hebben. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat ze die hebben geadd. Maar die spectral arrow. Eerlijk gezegd, nee. En die is dood. Toch? Wauw. Heb ik zo weinig knockback? Serieus, zo weinig? Are you kidding me? Hey, we moeten naar deze dude, right? Oké, hij gaat achter me aan. Hij gaat serieus achter me aanrennen. Maar ik juke er gewoon langs. En komt-ie, hè? De MLG plays. There we go, die is dood. Yeah! Zo goed ben ik, jongens. Nee, ik zeg niet dat ik goed ben. Wel, ik zeg dat wel eigenlijk elke keer, maar... You know, jullie begrijpen het. Boop! Nu moeten we deze plebs gaan killen. En ja, ik zeg plebs, want het zijn ook echt letterlijk plebs. Ze hebben geen armor. Alleen, ik moet wel een teammaat hebben, want anders blijven ze maar... Door die... Ze hebben het nog steeds niet gefixt. De spawn... Of hoe je dat ook mag noemen. Ja, de spawn pretty much. De spawn protectie. Dat was niet slim. Dat was niet slim, nee. There we go. We maken snel deze kapot. Ik denk dat mijn team is gekomen, right? Oké, we moeten eerst deze dude killen. Want die heeft armor. En ja, there we go. Bam, die is dood. Als ik nu dood ga, vind ik het eerlijk gezegd niet super erg. Ze moeten nu allemaal wegrennen, zoals je al ziet. Ze rennen ook echt allemaal weg. There we go. Die is dood. En die viel er zelf vanaf. En er is eentje levend. Maar wij hebben weer een team uitgemoord. Alleen. Wel, niet alleen. Die blauwe dude kwam helpen. Maar, you know, die hoort niet bij mij. Dus eigenlijk hebben wij serieus alleen weer een egg kapot gemaakt. Lekker dan. En er komt nu iemand naar ons toe. Dat is altijd leuk. Er wordt geschoten. En iemand staat daar in het hoekje. Laten we die maar even gaan killen anders. So, there we go. Die bestaat niet meer. Die is gone. Dit is trouwens niet slim dat ik zo zit te schieten. Want als hij mij zo raakt en vanaf daar kan jij mij heel makkelijk raken. Laat ik deze blauwe dude ook maar gaan killen, I guess. Want hij heeft diamonds gepakt. Dat betekent dat hij misschien wel 10 plus diamonds heeft. En dat wil ik niet. Waarom gaat hij geel op mij? Hey, dude, ga die killen. Misschien is dat wel geel. Hey, I don't know. Maar zie je hoe moeilijk het is om tussen, vind ik... Om zo iemand te hitten. Geef ze weer nou allemaal items. Waarom geef je items? Like, het is oorlog. Ik kill je maar niet. Hey, ik hit hem niet eens. Ik raakte hem daar. En ik hit hem niet.
Oké, jij wilt echt dood, dude. Jij wilt echt dood. Well, get killed, please. Thanks. Thank you. Ik loop nog steeds gewoon met half iron. Like, are you kidding me? Are you kidding me? Waarom kan ik die dude niet hitten? Ik vind dat heel erg vreemd. Mijn arrows gaan er ook echt net allemaal langs. Zie je dat? Ik kan hem serieus net gewoon niet hitten. Het scheelt echt niks gewoon. Weird. Heel vreemd. Heel erg vreemd. Ik heb mijn vermoeden. Of ik ben gewoon heel erg slecht. Of niet. Ik ben niet goed in archery. Dat zeg ik je. Dat krijgen jullie van me mee. Ik ben niet goed in archery. Wat schiet je? Is dat die dude? Oh nee, dat is iemand anders. Die dude zit in mijn team. Ik zit ook met een team genaamd Kungen. Niemand hier kent waarschijnlijk Kungen. Maar als je hem kent, dan is dat wel grappig. Alright, let's go. Eigenlijk wil ik niet via deze kant naar boven, maar... Want hij kan me gewoon eraf schieten en dan ben ik pretty much dood. En dat zal waarschijnlijk ook gaan gebeuren. Maar so be it, right? So be it. So be it. Waar staat hij? Ik denk dat hij staat nog steeds die daar. Hij zit gewoon... Wacht, welk team is deze dude? Welk team is die dude? Dat is heel handig om te weten. Als hij nou even niet gaat shiften, dan kan ik zien welke team hij zit. En dan kan ik zijn ei gaan destroyen. Want ja, dat is misschien heel slim. Wacht, als hij die killt, nice. Die killt hij. Hij killde een blauwe. Als het geel is, ren ik er meteen naartoe. Oh. 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 Het is een teammaat. Oh my god, oh my fucking lord. Is dat een enemy? Nee, toch? Die gaat gewoon... Oké, ja, die hoort ook gewoon bij ons. Hij hoorde bij ons. Maar ik weet nog steeds niet waarom hij hier allemaal kill. Ik kapot maken. Geel. Let's go, bro. Dude. Let's go. Geel. Laten we geel killen. Ja, Prika. Oké, wel Prika, bro. It's gonna be Prika. Oké, let's go. Laten we geel gaan ownen. Ik pak even deze arrows hier. Nice. Ik heb nog genoeg arrows, maar het is altijd wel chill om arrows mee te nemen. Ik begrijp die knockback niet. De knockback is denk ik ook veranderd. Denk ik. Not sure. Ik heb het gevoel van wel. Die dude komt niet achter me aan, right? Hij komt niet achter me aan. Of zag ik hem nou net springen? Deze heeft natuurlijk nog... Oh, I take that. Yo, sure. Wat is dit? Lingering Water Potion. Not sure wat dat betekent. Lingering Water Potion. I don't know. I do not know. En hij heeft een boog. Ja, kijk. En die dude gaat hem eraf duwen. Oh my god. Oh, hij duwde me bijna er vanaf. Anyway, geel gaat hem nog niet worden. Laat ik dit gooien. What the fuck is dit dan? Als je hierin staat, krijg je HP. Ah, als je daarin staat, krijg je HP. I get it. Well, dat is slecht. Dat vind ik niet leuk. Nee. Eerlijk gezegd, ik vind dat niet leuk. Ik vind de andere potions dat je die gewoon gooit en dat je gewoon een regen kleidt, hoef je daar niet op blijven staan, vind ik leuker. Ja, vind ik persoonlijk. Maar hey, misschien denken jullie er anders over. Oké, we gaan jou... Oké, wow, hun hebben gear. Ik heb geen zin om dood te gaan. Oep. Weet je, ik ga ze gewoon een beetje irriteren. Ik ga ze gewoon serieus een beetje irriteren. Ik denk niet dat ze een boog hebben, nog niet. Maar voor de zekerheid doen we wel dit. Bam. Kijk, zie je, ze zijn bang. Ik hou ze gewoon bezig. TP, Yo-Kraft, rekt me? Well, sure, dude. Sure. Je bent al dood. TW Poke. Oh, nee, niet. Hij is bij geel. Ik rek je met pijlen. Well, dude. Sorry, man. Ik ben G2. Ik rek jullie allemaal. Sorry, man. The shots! Kijk, ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn, maar ze zijn allemaal weird aan het bouwen. Like, sure, prima. Hij hoeft maar één foutje te maken en hij is dood. Ja, precies. Wel, mijn team doet echt helemaal niks. Mijn team zit daar nog te chillen. Ze doen niet echt veel. Ik hou hem gewoon lekker bezig. Ze hebben nog helemaal geen arrows. Like, are you kidding me? Weet je, ik ga terug en ik ga voor een shield. Ik ga gewoon serieus voor een shield nu. Ik ga terug diamonds fixen en we gaan een shield fixen. We moeten natuurlijk ook eerst full armor fixen. Maar ik ga even diamonds collecten, jongens. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. En wij hebben 30 diamonds. Oké, dat duurde een paar lange minuten, jongens. Dat duurde een paar lange minuten. Maar eindelijk hebben wij een fucking shield. Dus die equippen we meteen.
En een shield kan ervoor zorgen dat wij geen damage en geen knockback krijgen van, hoe heet die dingen, van arrows. Dus dat is super chill. Ik ben benieuwd hoe het gaat werken en hoe zoiets werkt. Oké, wel, thanks guys. Blijkbaar werkt het fucking goed. Yeah! Shield, jongens. Shields in CubeCraft werken super goed. Oh, ik wist serieus niet eens dat je access had. Wow, deze heeft zonder gear, ik wel... Ja. Ik weet je gevoel. Oh, dat is zo kut. Ja, een shield. 30 diamonds. Nice. Je hebt 30 fucking diamonds. Wat kan je ermee? Geen fuck. Koop geen shields. Tenminste, een shield is handig als je echt late game zit. Maar ik heb nu een axe. Ik heb full iron. Wat kan ik doen in deze map? Ja, niks. Echt. Wacht. Dat is purple. Purple zijn met 2 mensen. Ik heb heel veel iron. Heel veel iron plus 2 mensen is een egg destroyer. Alright guys, let's do this. We gaan ervoor. Ik weet dat het nog lang gaat duren. Ik weet dat het maar 1 potje vandaag is. Maar het is een lang spannend potje. Dus I like it. We gaan daar naartoe. We gaan gewoon daar naartoe. Let's go. Oh, en er wordt omgeschoten. Zoals je al ziet. Het is een dude. Full iron. Oh, hij heeft ook nog een powerboog. Nice. Dat is altijd wel leuk. Tegen mensen die een powerboog hebben. Wacht. Are you kidding? Die dude die rent gewoon naar mij toe om mij te killen. Zoveel focusers. Oh, en... Well, hoe de fuck is hij überhaupt daar gekomen? Wauw. Wel, applaus naar hem, jongens. We hebben zoveel fucking focusers. Die TV Procraft, die denkt dat hij heel leuk is. Focust alleen maar op mij. Die Wiebe 2005. Als hij ook echt uit 2005 komt, betekent dat hij 11 jaar is, jongens. Oké. Wel, dat is niet erg, hoor. Dat is niet erg, maar... Een beetje. Alright, laten we... We zijn bijna daar. Dus als we daar zijn, dan kunnen we wel niks. Want het spawn protectie en hun hebben zieke gear. Dus we kunnen niks. Maar wat we wel kunnen doen is hij moet raak schieten, right? Ik ga gewoon elke keer pushen. Elke keer gewoon pushen. Hij gaat zelfs nu ook naar mij bouwen. Zoals je al ziet daar. Hij bouwt serieus ook naar ons. Dat vind ik alleen maar chill. Dat is alleen maar goed. Ook al hebben wij niks, maar, you know, er moet wat actie komen. En ik ben de enige, sinds de enige die hier wat doet. Ik maak geen grap. Ik heb de 2 eggs destroyed. Ik heb shit gedaan. En er komt nu een dude aan. Ik heb shit gedaan. En hun, ik heb het gevoel dat hun niet veel doen. Alleen maar campen. Daarom speel ik eigenlijk ook nooit deze maps. Omdat het heel veel camp is en heel veel, niet leuke dingen, vind ik eerlijk gezegd. We gaan hier gewoon heel erg irriteren. We gaan hier gewoon de hele tijd rondjes lopen. En ja, zoals ik al zei, heel erg irriteren. En we gaan shit hieruit pakken. Zodat als ik doodga, dat ook meegaat. Haha, al hun items zijn nu gewoon weg. Zijn, poef, disappeared. Gone. Bestaan niet meer. Verdwenen voor altijd. Yeah. Dus daar ben ik blij mee. En elke keer als ik doodga, dan gaat die fucking dude gaat elke keer zeggen, jammer. Good game. Like... Dude. Niet focussen op grijs, zegt hij ook. Well, thanks, dude. Thanks dat je dat zegt. Als je dat maar zelf ook maar niet doet. En dat deed... Oh, fuck. Dat was heel slecht. En dat deed hij net wel. Alright. Well, jongens. Ik ga gewoon knippen totdat er wat gebeurt. Want er gebeurt nu echt helemaal niks. Echt gewoon helemaal niks. Oh my god. Er is een... Ze hebben paars gekild. Mijn team heeft serieus paars gekild. Oh my god. Are you kidding me? We zijn nu by the way bij paars, voor de mensen die het niet weten. We zijn momenteel bij paars en dat is geel. Ik weet niet wat geel... Geel komt serieus... Oh my god. Oh, nou zie je maar jongens, dat er te veel mensen zijn die pretty much mij ook helpen. Waarom gaat hij zo slow? I don't know. Maar we gaan hem hitten. Ik weet dat ik helemaal niks doe. Maar waarom doet hij niks? Waarom staat deze dude stil alsof hij fucking... I don't know. Waarom staat hij daar? Hij doet helemaal niks. Hij staat steeds helemaal niks te doen. Not sure why. Nu komt hij in actie. Well, hij is dood. I'm so fine. Hij stond daar echt stil. Alsof hij echt gewoon niks te doen had. Hij gaat een zwaard kopen. Oeh, hij heeft diamonds. Nice. Oh, dat zijn maar 3 diamonds. Maar it's something. Oh, hij heeft een boog gekocht. Cool. Dus dat was paars. Dat is nice. Dit gaat best wel heel erg relaxed. Ik ben er best wel blij mee. Alleen, we zijn al pittig lang bezig in dit potje. We zijn al een half uur bezig met 1 potje. Dus... Sheet.
Nice. Alright. Ik denk dat jullie... 16 diamonds, weg. Maar ik heb ook hem meegenomen. En hij had ook een shield. Hij had hem niet geëquipped, maar ik dacht toen hij daar was, zag ik een shield. Ik had iets eerder al met hem gevochten, maar dat heb ik er niet in gedaan. Want anders wordt de video echt gewoon 100 minuten of zo. Maar hij is dood. En dat is nice. Want hij was de enige dude die echt in het midden stond. Met heel veel gear. Of was hij dat? Oh, hij was dat. Hij had een shield. Oh, dan was het niet, die Wiebe. Wie is dat dan? In ieder geval, ze gaan de hele tijd op ons. Ze denken niet van, we gaan op Geel. Want Geel heeft nog maar 2 mensen. Dus, I don't know, guys. Wat ik ga doen, ik ga hier gewoon weg. Ik ga daar bij paar staan. Ik ga daar rustig mijn diamonds farmen. En rustig chillen. En daar is rood en geel. Oh, ze schiet op me. Ze zien me. Ze zien me weggaan. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik bedoel, ze schieten toch niet raak. Ze kunnen het serieus niet aimen. Oeh, dat was close. Alright, we gaan hier gewoon lekker afstaan. We gaan hier proberen alles te fixen. Ik bedoel, als ze nu naar ons gaan en ons egg destroy, dan is dat heel erg jammer. Maar dan is het jammer. Maar wij gaan in ieder geval full armor fixen. We gaan een shield, we gaan alles fixen. Hey jongens, ik ben er helemaal klaar voor. Check wat ik heb. Ik heb alles. Ik heb alles wat ik nodig heb. Eigenlijk nog alleen maar eten. Dan ben ik echt helemaal ready. Ik bedoel, ik heb 15 golden apples. Is heel erg chill. Nu moeten we proberen die TWP te killen. Not sure of mij dat gaat lukken, want hij heeft zieke arrows. Hij schiet echt constant mensen neer. En ik denk dat hij in het midden staat, right? Ja, hij staat daar. Dus ik denk als ik ga sneaken, als ik gewoon hier een beetje zo chillax doe, dat hij me niet kan zien. En dat ik serieus van, oh, hij heeft een schild. Maar dat ik hem wel kan killen. Zodra hij dood is, kan mijn team ook een beetje naar voren komen. Kijk, hij ziet me gewoon niet. Oh, dat is echt heel... Ik heb trouwens een powerboog voor de mensen die zich afvragen van wat voor boog heb ik. Ik heb een powerboog. Oké, nu moet ik rennen, nu moet ik rennen. Nu moeten we ervoor gaan. Nu moeten we ervoor... Oh my god. Oh my fucking lord. Is it real? Is it real life? Hebben ze zeer... Oh, ze hebben die fucking brug kapot gemaakt. Ik heb geen blokken mee. Ze hebben... Oké, ik moet terug. Want ze zijn denk ik ook bij ons in... bij de island. Maar ze hebben blijkbaar dus die brug helemaal weggehaald. Nice. Dat duurt nog langer. God damn it. Ik hou niet van lange Eggwars potjes. Ik vind ze heel erg saai. Want er gebeurt niet echt wat. Er gebeurt in fact helemaal niks. Dus ja, yeah, I don't like it. Wat we nu moeten doen is... Ik denk dat ik gewoon terug moet schieten. Ik denk serieus dat ik gewoon de hele tijd zo terug moet schieten. En hopen dat ik ze kan raken. En als ik ze raak, dan boeit dat eigenlijk helemaal niet. Maar heel, ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon serieus proberen. Want als het goed is, krijg je geen knockback als je dit doet. Als het goed is, hoor je geen knockback te krijgen. Laten we het even testen eerst. Als het goed is, krijg je geen knockback. Dus dat is super chill. Ik ben wel best wel bang, though. We gaan het zien. Oh shit, die komt ook om af. There we go. Zie je, je krijgt geen knockback. Je krijgt serieus geen knockback. Bam. 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 Doe ik nou damage? I don't know of ik damage doe. Boop. There we go. Bam, blok. Nice. Kijk, zie je, die blijft er gewoon op slaan. Dat is niet slim. Dus als ik gewoon naar hem toe ga. Wat ik kan doen, ik kan gewoon met mijn shield zo staan. En je krijgt dus geen knockback. En dat is super chill. Dat is echt heel erg ziek, chill. Like, are you kidding me hoe gunstig dit is? Ik denk dat jullie het niet realiseren hoe chill dit eigenlijk is. Hij kan niet echt veel. Hij heeft een golden notch. Oké, well, dat is een anticlimax. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon wegrennen. Bam. En ik blok hem gewoon ook. Een golden notch is eigenlijk trouwens nu niet meer zo super ziek. Het is natuurlijk wel ziek om te hebben, maar hij is minder ziek dan eerst. There we go. Oh, rip deze motherfucker. Lekker dan voor je. Lekker voor je, bro. See you later, dude Reno. Nice, nice, nice. Hij is gone. Hij is dood. Hij bestaat niet meer. Hij leeft niet meer. Wel, eigenlijk wel. Hij staat gewoon. Ze respawnen natuurlijk gewoon. Dus dat is wel een beetje heel erg jammer. Maar. Wauw. Waarom gaat hij niet dood? Like, are you kidding me? Ik hit hem zo vaak en hij gaat niet eens dood. Like, god damn it. Cool. Nu moeten wij dit gaan kapot maken. En dit gaat heel lang duren. Dat zeg ik je. Dat vertel ik je, yo. Ah, hij heeft koopt een boog? Sure. Ik verspil al je boos maar aan mij. Al je arrows bedoel ik, niet je boos. Like, je geeft mij geen boos. Oh my god, het gaat er nu echt heel erg op los. Het gaat er heel erg op los, zoals je al ziet. Oké, ik hoef alleen nog maar deze weg te halen. Dan is het fijn. Ik wil deze dude eigenlijk killen. Want hij met zijn boog, jongen. Hij voelt zich veel te stoer met zijn boog. Hij is dood. Oh my god. Dit gaat ook nog goed gewoon. Like, are you kidding me? Alleen.
Alleen dit, dat fucking protectiegedeelte, dat is echt zo fucking saai. Hey, ik kan niks doen. There we go, ik hoef nog maar één blokje weg te hakken. Dit gaat trouwens niet goed, want hij gaat mij hitten. Oh, hij is al kapot. What the fuck? Is hij serieus al kapot? Heeft... Oh, die dude heeft hem net kapot. Wacht, maar via waar heeft hij hem kapot? Via deze kant. Hè? Via boven dan? Heeft hij hem via... Ah, hij heeft hem via boven kapot gemaakt. Oh, alleen maar chiller. Want als we dan tweede... Nice! Lekker! Oh my god. Lekker dan. Ik ben hier blij mee. Dus we hoeven Yellow nog alleen uit te schakelen. En daarna... Cyan... moeten we killen. En die zijn met z'n drieën. En die zijn lastig, want die staan... Die staan daar. Oké, maar die hebben niet zoveel obsidian eromheen. Dus ik denk dat we die wel aankunnen. Ik denk eerlijk gezegd dat ik daar nu gewoon naartoe kan en hun kan killen. Oké, gaan we deze jump doen? Ja, die gaan we wel doen, hè. Die gaan we wel doen. Dus we hebben een shield. En we kunnen gewoon rustig op hem aflopen. Oké, die dude gaat YOLO. Die dude gaat gewoon fucking hard. Damn, dude. Ik heb een shield, man. Ik kan niks doen. Oh, dit is zo ziek, jongens. Een shield hebben is zo fucking gunstig. Dit is echt bizar, gewoon hoe sterk eigenlijk een shield is. Echt heel erg bizar, gewoon. Oké, we nemen een golden apple. We pakken een shield. We killen die dude. Want deze dude, die probeert alleen maar heel irritant te zijn. That's it. Hij is useless. Hij kan serieus niks. Hij is useless. Maar we kunnen hem wel gewoon makkelijk killen. Dus, net als deze dude. Oh, wacht, dat is dezelfde? Hoe de fuck? Heeft hij een pickaxe? Oh, wacht, nee, die... Oké. Wel, dit is een clusterfuck. Alright, die is dood. Deze even snel weghalen. En hun egg is ook weg. Wat? You can break blocks below your team. Oh, is dat serieus? Come on, Qcraft. Van die kleine dingetjes die ze heel erg slecht maken. Maar anyway, hij is destroyed. And we are the winners. Yeah, winners? Hoor mij dan. We zijn de winnaars. Yeah. GG, well played, guys. Damn, dat was een insane vet potje. In totaal 45 minuten potje. Wij hebben gewonnen. Wij hebben het gehaald. Wij gaan even deze Q-play openen. Jongens, ik hoop dat jullie serieus dit potje leuk vonden. Laat even een reactie weten of jullie... Of jullie deze potjes vet vinden. Lange potjes. Eén potje, maar een hele lange en een spannende. Uiteindelijk ziek hard geoond natuurlijk. Check jullie de volgende keer weer. En ik zeg peace!